Succes, jongens. Yo. Succes. Oh, mijn site op de mediums. Oh shit, ik heb ook niet gekeken. Ja, maar ik sta wel op de medium. Oh, ik heb TCS staat weer op 3, dus ja. Dit is... Die fraaie, die gaat hard! Ja, dat kan. Ik ben een beetje afgekneven. Ja, sorry, dat was ik. Kan maar heel uit zo'n bos 1. Het is wel. Ja. 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 Matthijs die krijgt een halve seconde. Twijfel nog steeds over eerste of tweede versnelling in die bocht hier. Tweede. Bij mij is het gewoon een reden. Jongens, kom op, je kunt dan niet kunnen duiken, man. Nou, dat moet waar ze netjes staan. Kom ik gewoon aan de kant een buurtje. Ja, ik heb schade. Dankjewel, Melko. Wat? Ja, sorry, man. Ik was zoveel tikken achterop gehad, hè. Dat is niet normaal. Schade. Ik heb gewoon ineens achtergrondmuziek tijdens het racen. Ook zo. Ik ook. Zes vorige week. Zo, die fraai. Ja, het is leuk. Maar hij is daarna gewoon nog steeds heel snel weg, hè. Ook al slikt hij alle kanten op. Maar ik hou van. Ja, achterbanden moeten er ook wel schijtsnaar zijn, nee, Robert. Dat kan niet, man. Die gaan echt alle kanten op. Ah, sorry, maar. Maar ja, natuurlijk mocht ik niet tot. Ja, nee, dit is gewoon penalty. Ik heb binnenkort een tikje achterop gehad. En niet meer krijgen wat. Ja, dat zou ik niet even doen. Ik wil even voor dit doen. Ik heb gewoon gepet in. Nog geen één fucking penalty gehad. Je hebt echt al 8 keer over de track limit gereden. Ja, lucky, I guess. En mijn nigger best wel. Het is gewoon bullshit. Het is altijd, denk ik ook, Klaas. Ja, ik zit me fucking echt te remmen als een mal om binnen die track limits te blijven. Vorige keer kreeg ik daar meteen een halve seconde op mijn bek. En ik zie deze man echt al 4 keer over de track limit gaan. En dik ook. Hey, hier kan je er echt van overheen kijken. Vooral die ene laatste bocht van mij, dat gaat heel snel, dat je net die halve seconde krijgt. Ja, maar daar ging hij er ook overheen. Ja. Robert, ja, dat is voor die bocht heen.
is echt een lekkere baan voor jou, denk ik, of niet? Heerlijk. Jij slijt echt gewoon als de Tokyo Drift en heel die bocht heen, man. Hey, smash! What the fuck, gast? Hij raakt je hier niet op. Nee, rem die wel, kan niet, smash. Yeah. Volgens mij raakt nee, dit kan niet. Ik voelde een heel tik. Maar het kan verschuimelijk. Nee. Dat nee, wil. Ik ga, want ik ga naar Rowan. Wat ga jij vragen? Ik heb een beetje afgeleid. Drinks af. Ja. Hey, daar zit ik nog, hè, schoen. Dat hoort niet. Dat hoort nee, dat weet ik. Maar dat ziet hij toch hopelijk wel? Ja. Maar nu is toch wel je auto afgepopt. Ook wel, hè? Dankjewel voor die sub, Hakai. Appreciate it, my dude. Jongen. Oké, die was ik kwijt. Ja, dat is niet. Kijken waar gaan we remmen, smash? Ja, nergens. Sowieso zoals altijd met hem. Altijd gaat dicht. Ja, dan ben jij schillen. Dat gaat niet goed. Oeps. Die mediums gaan verrassend lang mee, merk ik. Yep. Het is korte rondjes ook, hè? Ja. Lange rechtstukken. Als dit geen tracklimit is, dan weet ik het al echt niet meer, hoor. En daar is hij. Ja, ja, gast! Dat kan toch niet? Jongen, man. Ik ga pitten. Wat lukt wel, Robert, met je vraagje? Jongen, en wat doet hij mij over de tracklimit? Ik heb naar mijn zin. Ik weet ook niet hoor. Hey, heb je nog een tracklimit aan je boek? Yep. Wat heb je gedaan? Ik ging te wijd in die ene laatste. Nou, ik heb ook de penalty, dus... Soms had je op de sos. Ik merk dat mijn banden eraan zijn. Ja, hoe kan dat dan? Zo snel. Ik weet niet meer. Ik zie je glijden. Ik ren op de punten waar ik... Waar is... Duf heeft een linkje gescheurd. Weet u dat? Ja, ik weet niet wat er met Tuff aan de hand was, maar hij zit me de hele tijd te beuken. Ja, die boos komt als een loodje, daar ga ik ook geen raadje meer geven hoor. Gewoon zeg maar. Blijf de schouder, hij nog voorbij. Heeft hij hetzelfde gegeten als Smash Crocket? Ik weet niet, man. Weet niet. Ik rijd daar, hè? En, rijd ja, dat snap ik wel. Dus iedereen eraf keilt. Ja. Het was niet helemaal netjes wat er daar gebeurde, maar hij duwt me buiten de tracklimits. En ik krijg een fucking penalty weer aan mijn broek. Oh, shit, wat doe je nou? Waaah, een beetje driften, half te leuk. Wat bedoel je, Rico? Ik kon vandaag niet oefenen. Ik heb echt letterlijk 10 minuten van tevoren zitten oefenen, Rico. Nee. Beetje kut.
Waar liep jij de trap op, Matthijs? Nou, bij de naast mag ik eigenlijk iets mee. Ah, okay. Dat was me echt een millimeter te weeg. Ja, we wou net zeggen, het viel me niet op ofzo. Maar de chiffre valt me echt op hoe snel jouw banden eraan waren, man. Ja, ineens. Ik probeer nu langer door te gaan, maar ik zie al aan begonnen tijd dat het niet de juiste... Want tijdens de oefening kon 8 rondjes kon ik doen. Maar toen had ik nog redelijke tijden op mijn medium, hoor. Ja, dat was weird. Ik was gewoon ineens... Hey, joh. Dat is op plaats genoeg links. Ja. Straks op pitten. Softs houden bijna niet uit. Je rijdt op softs? Ja, dat denk ik, zij proberen. Wow. Wat? Nog een minuut ook. Dude, ik ben al over op hard. Had jij daar fuel bij gedaan, Koos? Ja, zeker. Dan was de undercut in echt wel echt de juiste. Laten we de race eindigen. Nou, hoor ik pak af. Ah, tuurlijk. En dat is partij. Zo, ik schrok even schil ook. Oh. Was dat gekozen of niet? Ja, je was natuurlijk wel koos. Ja, ik vind het toch lekker pissen. Blijf ik straks met de koos er weer een schiers in handen. Ja jongen, ik heb van de week weer even gespeeld op Zandvoort. Het is echt vet, man. Die baan vind ik heel smal en... Zet de Corsa. Welke? Zandvoort. Die vind ik echt heel smal. Hoe is die toch ook? Ja, is oude... ja, is een oude layout sowieso. Ja. Ja, dat wel, ja. Onder de kombochten. Ah, fuck. Ah,
gonna take a lot to take you away from you. Joris, dankjewel voor de 50 man reset. 50? Yep. Oh. 50 maanden ellende. Ja, goede avond iedereen. Dankjewel jongens. Ja, vet man, als je zo iemand hebt, toch? Ja, zeker weten. Is dat een lange Joris? Dat is nee. Ik denk Definity op dit moment. Ik denk dat hij op 6,50 zit of zo? Maar oh, dankjewel jongens. Blijf. 58 zelfs. Je moet pissen, man. Ja, dat kan niet. Dan moet je maar laten lopen. Nee, maar ik vergeet mij. Echt zeiken. Ja, pit stop dan zo, hè. Ja, ik ga nog steeds snel zijn, hoor. Ik ga hem helemaal leeg rijden. Nee, hij rijdt tegen de muur, dan heeft hij een andere pitstop. Ja, dan misschien een smash hebben wat we doen voor. Nee, rot op smash. Dat was ik van één keer al genoeg. Nou ja, als je er voorbij rijdt, prima. Als je hem aantikt, ook prima. Maar vol van achteren? Nee, leugens. Nee. Nee, ik snap het. Ja. Ik wil clips. Dat was heel... Ja, laat maar, jongen. Ja, bij de eerste keer in, dan doe ik me netjes aan de kant. Prima. Ik doe dat één keer terug bij jou. Ook prima. Ja, dat kan niet, hè? Ja, dat bedoel ik. En je nou, daar gaat de racecommissie naar kijken, want dat kan niet, hoor. Dan de vangtjes... Ja, grappig. Na de race. Je kon niet hebben dat het trage jongen... En je zit nou weer één meteen achter me. Dus, komt ie, hoor. Ja, we gaan zien. Ja, daar kom je. Zonder te remmen, denk ik, of niet? Hier ga ik heel pakken. Doe maar. Ja, we moeten een pits opmaken. Oh. Mijn favoriete bocht, dat zie je. 56, hier, ik had goed. Het was 56. Maar dankjewel, Definity. Echt een baas, jongen. Wil jij ook een baas zijn? Dat kan. Je moet alleen maar te sub op mijn kanaal. Ja. Rondrijden, Neem even serieus van 5% 100% tank, hoe lang duurt dat ongeveer? Dan ga ik namelijk bepalen of het haal of niet. Hij hou je wel. Of Wie dat is. Jij rijdt op andere strategie, dat zie ik al. Of even helpen met... Ik rijd maar in de tank. Dan moet je makkelijk halen en smash. Ben je op hard begonnen? Ja. Ah. Ik had het dan nog even van. Ik heb geen haast. Nee? Nou, je moet zeggen, deze bandjes beginnen me toch al een beetje in de steek te laten, man. Fucking hell. Ja. Wat heb je er nou op zitten dan? Hard? Nee, joh. Huh? Ja? Ik ga lekker rijden, hoor. Ja, ik was al eerder naar binnen, hè. Ik ging rond de 6 naar binnen. Ja. Ja, maar de bandjes altijd 32 is. Dat is ook iets anders in rijstijl. Ook dat nog eens, Definity. Ook dat nog eens.
maar daar ben je nog smash van, want ik wil graag gewoon zevende worden ofzo. In plaats van twaalfde. Nee. Laat me er dan niet meer voorbij. Wielspin! Ja, hey, ik heb je, heel vaak in de war. Ja, want ik nog even zet je mee, wat ben ik toch aan, ja, hè? Kut, heel mijn bumper aan de kloten nu! Ja! Nee. Out of the city, of ik er zelf net uitzien. Ja, ik kom er niet vooruit. Nou, je kan als laatste kiezen ongeveer. Ja, ik heb goed voor mij de vets even zien de auto gevonden. Ik geef me nog een McLaren en Assetto Corsa. Daar rijdt het super chill. Ah, oké. Okay. Ja, ik moet zeggen, in Assetto Corsa kan ik prima met de Ferrari rijden. In deze game echt niet, man. Dat is de reden waarom ik in deze game gekozen heb. Als ik geen grote auto. Nee, ik zou echt het liefst met een Ferrari willen rijden, man. Ik vind het zo'n dikke auto. 488 GT3. Ja, ik laat gewoon lopen, hoor. Oh. Ik moet een bierflesje erbij pakken, daarom pissen. Oh mijn god, ja. Gewoon laten lopen, ja, jongen. Kamer. Ik moet eigenlijk mijn kamer wat hoger zetten. Kijk, af en toe, zo weird red ik die bocht gewoon helemaal niet meer. Banden beschreven. Nou, je achterbanden kloten dan. Ja, nee. Althans, niet volgens de, niet volgens de dash. Ah. Ik heb nu ook dat ik al sommige bochten meer moeite heb, terwijl ik echt nog geen eens een rood lijntje heb. Zo. Ja, ik wou het zeggen, het is echt 2 mm rood lijntje of zo. Maar ja, het is natuurlijk ook een andere compound. En ik moet wel zeggen, ik oefen altijd met mediums. Ik oefen altijd met hard. Ik kan er niet meer mee vallen. Ja, altijd met hard? Ja, ik doe altijd met medium. Want dan kan ik altijd even kijken hoe lang die medium het volhoudt. Dan weet ik ook wanneer de eerste pitstop is, zeg maar. God, zelfs deze bocht ren ik niet eens meer. Oh, dat heb ik zo'n hekel aan. Ja, dat spreekt de cifre. Ja, oké. Ja, dat gaat. Ja, die gaat de race nu winnen, denk ik. Ja, dat gaat Corsa, denk ik, als het wel gaat. Zeg je? Dat jij de race gaat winnen, zo. Ik hoop het. Maar dat moet niet cashen. Ik zit af en toe te struggelen met die banden, jongen, dat wil je niet weten. Wat echt heel weird is, want we zijn nog helemaal oké. Okay. Slechte set gehad, hè, van ja, dan gaan we even, we talk after the race! This is unfair, but okay. Mooi om te zien, hoor, Matthijs op de alternatieve strategie. Perfect smooth, dankjewel voor die follow. Oh, voor die sub moet ik zeggen, sorry. Loop je in smash of heel groot? Appreciate it, my dude. Want ik probeer jou een beetje bij te houden. Ja. 2 seconden. Op een half, op 3/10 per rondje minder.
Oh ja, je loopt in. Kijk, daar zitten ze allemaal op het stuk. We gaan ze pakken, Smash. Maatje, vriend. Ook dan, dan. Smash Rocket ben ik, hè? Zolang ik maar voor je zit. Nou, ik was er straks wel een beetje boos. Ja? Ja, ik heb echt niet. Ik zat heel strak op je. Oh. Zover ik kan zien, heb ik het niet. In die Duitse titel van je zeker. Hij gaat over mijn titel. Je zat ieder seizoen de mooiste auto, om kant van de titel hebben. Ik vind deze eigenlijk wel mooi hoor, nu die met die livery die er nou op heb staan. Super mooi sleutel. Het was wel een hele late pit entry, Modi. Oh wow, Mowgli was ook nog niet er binnen. Jeez! Insane. Ook op softs? Dat kan niet. Nee. Hij had hard. Ik kan zeggen, ontploffen ze. Bij, doe je een Alonsootje? Ja, trolietje. Ja, de kids van tegenwoordig weten niet wat de trolietrein is, hoor. Nee. Ja, moet ook het denken. Zeg je? Nee, ik moet er ook wel in terug op denken, hoor. Ja, maar wij zijn allemaal oude lullen. Ja. Zag je maar? Ja? Nee, hebben we. Ik heb hem zeker. Die Trulli trains van het dagen weet je te wachten dat Ferrari weer de wereldkampioen is. Dit jaar maakt ze wel een goede kans hoor. Ja. Zeker wel. Na de eerste paar races wel. Maar... Nog steeds. Ja. Heel eerlijk, Monaco waren gewoon ver weg te snel. Ja, maar ja, ze moeten het gewoon niet zelf verneuken, dat is precies. Leuk dat je hem ja. Baku 1-2. Hamilton komt nog terug, jongens, ik zeg het. Ja, oké, okay, derde voor Hamilton. Nee, eerste. Blaise, kan je helemaal van de kant gaan? Want dit gaat man's tijd kosten. Ik ben bezig met een heel snel rondje. Laat maar dan niet. Oh, op de racelijn ook gewoon. Lekker, Blaise. Hey, je moet aan de kant uit blijven vlaggen, Blaas! Aan mijn kerk. Gezellig hier altijd. Heeft hij soms een Williams livery auto? Ik heb geen idee, maar ik vraag het nog even 300 meter van tevoren. En letterlijk in de bocht gaat hij op de racelijn zitten. Ja, misschien is dat wel een alternatief. Je hebt wel mijn ronde verneukt, want ik had echt een hele snelle ronde. Oh, nee, ik wil Zet je nieuwe bandjes tegen, klopt het? Nee, gewoon nieuwe remmen. Oh! Elf moet gewoon iets eerder remmen. Zeg ik dan. Ah, ik heb er ook last van, man, met mijn banden. Jezus, man. Er zit gewoon geen grip meer op. Ik heb geen driftauto. Jij hebt misschien een driftauto. Zeker wel. Jij hebt een radio-auto. Hey! Het is de Landsmash. Ah, ik sta in gevecht met Ferrari. Ja. Het kan niet altijd even makkelijk. Ik heb altijd geen ruimte, maar hij pakt het wel. Ik heb altijd de hele bocht nodig, snap je wel? Ja, dat heb ik wel gezien. Had het niet beter geweest om naar binnen te gaan dan als heel je auto kapot is? Het is kapot van mij, toch? Oh, is die niet kapot? Oh. Nee, ik heb niet gesloten. Zo ben ik niet. Oh.
Gewoon verdedigen, Wilco. Kom op, met jouw bocht. Ja. Ah, sorry. Ah, je zag het netjes, toch? Ja, ik zag opeens die paarse stip. Oh man, er zit echt helemaal niks meer op die banden, man. Dan vergeet je vragen. Ja, precies. Ik heb een film gemogen. Op kans op het doei. Hey, als ik nou heel de tijd in je slipstream blijf rijden, wat scheelt dat met benzine? Ja. Of is het spel niet zo slim? Dat ik niet. Ja, als je fuel naar beneden zet, wel. Ja, die staat ook naar beneden. Maar die kan je naar beneden zetten als je niet zo slim. Ik ga heel tijd. Ja, die kan je lager zetten. Ja, maar als je op de slipstream zit, dan verlies je geen tijd met de acceleratie en zo. Omdat je het goed maakt op de... Wat zeg je? Sorry, misschien ook niet te luisteren dan. Wat zei je? Nou, als je hem heel laag zet voor je op de slipstream zit, dan compenseer je gewoon met het feit dat je... want je verliest dan bij de acceleratie, maar dat je dan terecht de slipstream dat, weer goed maakt. Dat zeker. Ik weet niet of het zo diep gaat, maar... In theorie zou dat moeten kunnen, ja. Yo, datje! Ik vind het toch jammer, Daan, dat jij er nog niet bij bent. Want jij had best wel een dik talent voor... ja, PlayStation 4. En had best wel een dik talent voor Gran Turismo. En op Brands Hatch reed hij mee helemaal apart. Er gaat hier voor iets gebeuren, hè? Er gaat zo meteen iets gebeuren. Mijn bocht. Jee! Ja! Ja! Er komt nog een bocht aan, Smash. Oh! Nou, dit wil ik even zien. En dan stuur ik dadelijk op naar de wedstrijdleiding. Volgende bocht stuur ik op naar de wedstrijdleiding. Het is lastig breed, houden. Lunny, zet de clipknop klaar. Het is oké. Oh nee, jammer. Oh, dat ging er wel voor, hoor. Ja, hij ging er wel. Hij zit er voor. Ja! Wat is meer dan? Lunny, klippen! Nee, dit kan niet. Smash? Ja, nu is gewoon links voor weer kapot, hè? Ja, voor mij ook. Nee, voor mij rechts voor. Pas op, mijn bord. Ja, ik blijf bij. Thanks. Ik zag pas een race incident, jongens. Ik kan door blijven. Nee, dit is geen race incident. Jezus, kijk, over die recht. Oh, mijn bord. Ja, het gaat echt heel slecht vanaf. Hey! Ja, die dagen. Ja, precies. Het is ook met de uur later beginnen. Je bent ook gewoon stuk moe. Je ritme is eruit. Ja, ik heb hem maar iets te opgezet in zijn dag. Klopt gewoon niet meer. Nou, oude keer, goeie avond. 1,1 rond. Ja, ik had het goed. Ik ga snel pissen. Ga je dat lukken, denk je? Gaat hij trouwens. Hij is wel 2%. Ik heb ooit bier uit de vriezer gehaald tijdens een pitstop, dus het moet te doen zijn. Ja, die heb ik ook gewoon... Dat is de enige clip die ik heb bewaard op mijn computer ook gewoon. mocht Amazon ooit failliet gaan, dan heb ik die, in ieder geval die clip nog. Singapore was dat. Jongen. Wat een hufte circuit is dat trouwens ook.
Dan smash ik het gewoon tweede. Ja joh. Hij is naar voren gevochten. Ben je nog niet naar binnen geweest, Smash? Nee, ik moet nog naar binnen. Okay. Ja, ik moet nog naar binnen. Ik heb nog 0,5 ronden. Misschien. Yo. Zijn we weer? Oh, precies hè? Echt waar? Legend. Ja, eindelijk heeft Smash me gered. Ja, dat doet hij wel vaak, dan staat hij onbekend. Zeker. Een reparatie van, hè? Wel helemaal goed. 10 seconden kost het. Wow. Maar hij is gewoon. Nou gaat hij hoor, de smash. Smash, kan je even uitleggen wat waar die laatste beuk voor het doel was? Waarom? Hij was een beetje afgeleid, we hebben bijna aan het finaal wachten. Ja, ik zat rechts van hem en de racelijn is links. Ik zat helemaal rechts in het bergen, man. 1% denk ik. Jeetje. Nou, de bandjes. Ferrari, dat zie je niet vaak. Ja, je hebt, nu heb je zelf de touwtjes in handen, hè? Dan krijg je dat. Ja, ja. Doei! Stay out hoor ik nog. What the fuck? What are you doing? What the fuck? We talk after. Ach ja, joh. Maar ik voelde zijn frustratie wel hoor. Die was zeer terecht. Zelf, ja, ik wou zeggen, heb je je handen wel gewassen van Bisbergen? Ah, nee. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ja. Smeren? Ik heb echt niet gedaan. Ik zit er gewoon met mijn eigen piemel dingen aan. Aan mijn stuur. Nou ja, het is je eigen stuur, dus... Het is mijn eigen stuur, ja. Nou, het is niet zo'n controle, die ook aan je vrienden uitleggen. De Doritos controle. Pak jij deze maar. Ah, kut. Maar hij is vanochtend gewassen hoor, dus. Het is controller of... de joystick. De joystick. Hey joh. Je hebt aangekomen te halen, smash. Ik snap jou geen tik. Absoluut niet. Ik moet zeggen dat ik wel bij iedere inhaalactie wel smash, daarna smash ook. Ja, je moet nou recht zien man, dit gaat er nergens over jongens. Omdat de disqualificatie er zo op zijn plaats is. Hé, ik heb schade. Wat is dat nou? Dit dan. Er zit iemand... Heb ik nou lekker bang of zo? Het lijkt net een sportlobby hoor. Die Gran Turismo sportlobby. Ah, zijn die kut? Ik heb een GT7-0. Races gedaan met de dingen. Dit is echt kut. Online is echt. Ja. Het is een beetje of dat je tegen 15 andere smashes aan de. Ja, dat hou ik ook niet van. Goedenavond, Niels, hoe is het, jongen? De beste stuurlijf staan we wel een aantal, hè? Ja, jij ook eens van weg, hè? Kom, die zijn ik wel. Dankjewel, mad boy. Alsjeblieft. Ik heb nog 1 punt te halen.
is wel warm hier, zeg. Jezus, kutlamp! Het schiet de hele tijd terug. Ik moet niet de hele tijd de lamp gaan zitten switchen terwijl ik aan het racen ben, joh. Natuurlijk wel, extra difficulty level. Ja, maar echt. Ook gewoon in het technische gedeelte elke keer, hè? Mm-hmm. Nog een beetje spannend houden. Ah, ja, ik moet zeggen, de tweede setje gaat met hard, bedoel ik dan. Gaat wel beter. Ja, mijn concentratie is minder, merk ik. Ja. Maar ik moet ook wel zeggen, nou, hij is wel de meter hier hoor, dat merk je wel. Want ik zie elke keer als ik op een recht stuk ben, hoe ver die van jou vandaan trekt. Ja. Dat is echt niet normaal. Maar het is weird, want ze hadden genervd in die BOP patch, ja. Maar blijkbaar toch... Maar dat hoeft niet per se topsnelheid te zijn, hè? Nee, sowieso deze baan is natuurlijk ook wel... Dit is wel een goede baan voor topsnelheid. Ja, maar ik ben heel benieuwd hoe de Red Bull het hier gaat doen. Ja, ze hebben nu niet meer de wagen met zo'n stopsnelheid. Wel toch? Mercedes toch? Wie? Mercedes? Sinds wanneer? Want dat is dan sinds een van de laatste races dan, man. We zien hem niet wel snelheid. Nou, als Max maar wint hier, dat zou ik mooi vinden. Ik ben erbij. Oh, dat is een tribune, dus daar gaan we. Ja, dat is supermarkt zo. Ja, man. Goed, dat Spanje is hier een beetje droog is, maar vooral hier. Dit jaar weer naartoe. Wat? Wat? Ah. Ja, dat is katrein. Kan niet twee keer. Lekker smash. Pak ze allemaal. Nee. Een beetje erbij. Ja, die zet erop. Ik hoop vooral nog gewoon een beetje mooie battles te zien op de baan tussen Leclerc en Verstappen en zo. Oh, dat gaan we dit jaar nog heel vaak zien hoor, denk ik. Mm. Ja, ik weet niet, de laatste paar races viel mee. Heeft vanavond met Russell en Verstappen op Catalunya, die was wel echt heel mooi. Oh ja, die is prachtig. Verstappen die sneller was, maar dan met die DRS. En Russell die uiteindelijk hem dan toch weer ernaast weet te zetten en zo, dat was echt genieten. Maar ik moet zeggen, ik vind Russell. Ik vind dat hij het goed doet, hoor. Ja. Mm-hmm. Ja, die winnen ook gewoon racing. Ja. Als hij die goede auto heeft, dan word je sowieso wereldkampioen. Ja. Ja, misschien de Silverstone. Ja, gewoon even Max van de baan aftikken. Dat kan nog makkelijk. Een Lewisje doen. Dan gaan we een Lewisje doen. Ja, Lewisje hier ook. Weet je nog bij Albon? Ja. Ja, zo. Goed de auto wijd laten lopen. Ja, en daarna ook nog in Sao Paulo, hè? Of, ja, dat was het vorige. Het jaar voor was dat. Ja, precies. Volgens mij wel, ja. Laatste jaar van... Real Madrid. Moet er iemand naar binnen of krijg ik wel kramp in mijn hand?
Ah, ik wil nog één pistol doen. Goed zo. Lang pistol. Het werd twee keer hard gedaan. Ik heb nog niet gewonnen, Lunny. Ik wilde mijn bandjes niet op achteruit gaan. Sector 1. Go. Ja, dat is al vier keer al gebeurd of zo. Gelukkig te na. Dat doe ik wel. Ja. Basis sector 1. Zo. Ja, ik dat kan de hele tijd. Ik heb de rondleiding uit de tijd of zo. Ik heb nu de traagste tijd in de sector 2, denk ik. Dat kan je ook zien. Ik weet niet of je kan zien of je de traagste hebt, maar je kan wel een mooi overzicht zien altijd. Moet je even een paar keer pijltje naar links doen. Ja. Je kan ook uit de race gaan dan. Ja, dan zie je nog meer. Beste processie. Hoeveel seconden nog tot Milko? Smash. Maar ja, Milko moet naar binnen. Nee, ik moet niet meer naar binnen. Jawel. Jawel, Milko. Ik wel binnen. Dus daar, ik voel het aan mijn water. Ja. Meer paars. Nee, ik hoef niet meer de pits in, Visdik. Het is wel concentratie wat een dingetje is bij mij. Mijn banden beginnen op te spelen, man. Force is strong. Ik denk dat we niet toelen, dankjewel voor die vallen. Jezus, man. Nee, ik denk dat mediums echt de banden op deze baan zijn, man. Hartz is echt... Is er iemand onder water met zijn headset of... Ja. Iemand heeft op zijn tv echt tyfus hard staan? Of... Ik geef een mensen bij eigen schuld. Ja, dat is sowieso. Ja, van wie is het man? Alsjeblieft zeg. Wie draagt er geen headset? Ik weet niet zo'n plastic. Zo. Hoe is het mij altijd de schuld? Nou ja. Ik gaf jou niet de schuld. Nee, maar de rest wel. De rest, ja. Zul je het wel nagemaakt hebben dan? Nee, ik mag hopen van wel, Visdik. Jezus, het is echt heel kut geluid. Ben jij dat, Blast? Ja, ik ben hier. Hè? Hij is pakken. Niet om mee. Je bent zelf niet te verstaan, maar je tv wel. Elfie aquarium, misschien ook wel. Oh, shit, oh. Bijna, ja. Wat gebeurt er?
Ja. Nee, ik heb er geen idee, Niels. Iemand zei dat het blijft was. Ik weet het niet. Ik kan het niet zien. Ja, ik denk zo best. Ik wil op mijn lichting. Oh my god, Blast, fix us the shit, man. Telefoon zit. Ja, wat is dit voor strategie, Blast? Zou je wel bezig zijn? Ja, maar echt. Nee, je moet het wel zijn. Dit zijn van die praktijken van supporters die bij een uitclub hotel gaan staan s'nachts. Ja. Ja, ja, zeker weten, ja, jongens, zeker weten. Ik heb een lijn een beetje te veel te glijden met die mediums in de robber. Ja, ik ook. Oh, je zit ook op medium? Ja. Dus, Volgens mij is de smash wat achter ons zit, robber. Oh, dat is later. Oh nee, het grint! Oef! Wil je een Josje? Nou, ik wilde het snelste rondetijd inzetten en die ging best lekker, maar... Toen belandde ik in het grint. Maar ik denk dat Matthijs hem gaat pakken, want die heeft softbanden. Ja, maar auto gaan, ja. Gaat je niet lekker op deze baan. Geen smoesjes naar, jongen. Kom op. Gaat geven. Nee, hij moet een beetje remmen, want dan kan ik hem nog inhalen. Nee, dat is te schoen. Wacht, van zich. Ja, dat is wel. Dat is moeilijk om te maken voor die grote. Moet er wel nog niet doen. Toch lees de chat, hè. Later te doen. Ja, Koos, ik loop in. Dit gaat weer. Ik kan mijn pakken wel. Berg van Binsbergen. Hallo! Wat nou? Die loonie, jongen, die wil gek. Moet je het even bijlaten? Ik heb net de slachtoffers voorbij gelaten. Ik wil er één rondje bij. Mag dat? Ja hoor. Nou, die laat ik er voorbij. Nee, Robert, zo wil ik niet van je winnen. Ja, nee, dan rem ik het even af. Not like this. Not like this. So fuck. Yes! Ja, ik heb hetzelfde, Niels. Ik ben dit nu ook wel meer aan het spelen, man. Barry, laat je likken! Goeie avond, jongen.